Leidenaar trekt kar van SP Zuid-Holland. Roze hondenpoepspuitster wint prijs. Een anti-pestpraktijk in Leiden actief. Welkom bij het Unity TV-nieuws van maandag 23 februari. Bart Vermeulen uit Leiden is bij de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart weer lijsttrekker voor de SP. Ook in 2007 voerde hij de lijst aan. De partij was toen goed voor 8 van de 55 zetels. Waarom moeten we volgende maand eigenlijk naar de stembus? Nou, er zijn drie belangrijke redenen. De eerste is natuurlijk dat de provincie over belangrijke beleidsterreinen gaat, als ruimtelijke ordening, openbaar vervoer, bescherming van ons erfgoed en de provincie kan helpen om ook meer banen te creëren. De tweede reden is dat de provinciale statenleden die kiezen de leden van de Eerste Kamer. Dus je hebt meteen invloed ook op het rijksbeleid. En de derde reden is natuurlijk dat mensen nu ook hun stem kunnen laten horen van wat ze eigenlijk van het huidige kabinet vinden. Want heel veel mensen zijn natuurlijk voor nu vooral bezig met de hoogte van hun huren, met hun zorgkosten die ze misschien niet meer kunnen betalen en dat soort kwesties. De aanpak om hondendrollen roze te spuiten legt Ilona de Graaf uit Voorschoten geen windeieren. Ze heeft een onderscheiding gekregen. Het gaat om een zilveren zwerfie van Clean. Dat is een organisatie die strijdt tegen zwerfvuil. De Graaf stelt als activiste ook zwerfvuil tentoon. Hoe is het met de Leidse atleten tijdens de Nederlandse indoorkampioenschappen gegaan? Tessa van Schagen prolongeerde haar titel op de 200 meter. Met 23.52 bleef ze Nikki van Leuveren ruim voor. Bijna was er een tweede medaille voor Leiden Atletiek en wel voor Noah Schutte op de 3000 meter. Hij greep naast het brons omdat Edwin de Vries sneller was. Op zaterdag 7 maart vindt er een plantfestijn plaats op de geluidsval langs de N206 ter hoogte van Zoeterwoude-Dorp. Met het planten van circa 12.000 hedra-planten wordt de plaatsing van het hardhouten scherm op de aardewal feestelijk afgerond. Tijdens het festijn zullen de hedra-planten door zo'n 100 omwonenden gepoot worden. Het startsein van het plantfestijn zal 's ochtends om 10 uur door wethouder Kees ten Oude worden gegeven. Irma Magielsen staat met haar praktijk De Jonge Kracht in de finale van de Freelancer of the Year Award. Als ZZP'er helpt ze bij het voorkomen en aanpakken van pesten in de Leidse regio. Op 4 april, de dag van een ZZP'er, wordt door premier Rutte de winnaar bekendgemaakt. Ik help kinderen, ouders en ook scholen om pesten te voorkomen en tegen te gaan. En dat doe ik op heel verschillende manieren. Door de weerbaarheid van kinderen bijvoorbeeld te versterken. Maar ook scholen te helpen om een goed klimaat in de klas te creëren. Wordt er nog zoveel gepest? Ja, zo'n beetje 1 op de 8 scholieren wordt gepest. En dat is natuurlijk nog steeds ontzettend veel. En ik vind dat we dat niet moeten accepteren. Gepest worden heeft een grote impact op de ontwikkeling van het kind. En kan grote gevolgen hebben voor de toekomst. Ten eerste doet het heel veel met je zelfvertrouwen, je zelfbeeld. En we kennen natuurlijk allemaal de verhalen, hè, van ook kinderen die in uiterste gevallen zelfs zelfmoord plegen omdat ze het niet meer zien zitten. Nog te vaak wordt het probleem neergelegd bij degene die gepest wordt. Je hoort dan vaak, ze vragen erom. Nee, niemand vraagt erom om gepest te worden. En ook niemand heeft het recht om iemand anders te pesten. In de basis is pesten een groepsprobleem. En draait het om negatieve macht. Dus een pester die wil zeg maar zijn eigen positie in de groep versterken door iemand anders naar beneden te drukken. En het is belangrijk om die beloning weg te nemen op meerdere gebieden. Verder is er tegenwoordig een nieuw platform om te pesten. Het internet. Je merkt dat op het moment dat er via internet wordt gepest, dat die drempels eigenlijk nog veel lager lijken te zijn, omdat het wat anoniemer is. Hè. Je kijkt het slachtoffer niet in het gezicht aan. En bovendien is de impact ervan veel groter, omdat binnen een paar minuten kan het een ontzettend groot bereik hebben. Maar Gielse benadrukt dat pesten alleen voorkomen kan worden als het op alle niveaus wordt aangepakt. De school moet bekend zijn met pesten. In de klas moet een prettig klimaat zijn en de leerlingen moeten weerbaar zijn. Maar als dat niet zo is,
Hoe voorkom je dan dat je toch het slachtoffer wordt van pesters? Ja, het belangrijkste is hoe reageer je op het moment dat iemand probeert jou te pesten. He, want wat een pester wil is dat hij jou naar beneden haalt, zodat hij zichzelf beter voelt. Op het moment dat het niet meer lukt om jou naar beneden te halen, loont het voor de pester niet meer om ermee door te gaan. Dus je weerbaarheid versterken. En dan het weer. Het was vandaag een bewolkte dag, maar de zon kwam ook regelmatig tevoorschijn. Hans Klaver maakte een foto voor ons in Zoeterwoude. Vanavond is het licht bewolkt. De temperatuur daalt naar een graad of 4. Morgen bewolking, af en toe een buitje, maar ook geregeld zon bij middagtemperaturen van zo'n 8 graden. De rest van de week is het wisselvallig met af en toe regen en geregeld zon en gemiddelde temperaturen van 8 graden. Tot zover deze uitzending van het Unity TV Nieuws. Dinsdagmiddag om 5 uur melden we ons weer. In de tussentijd houden we je op de hoogte via Unity FM op 105.7 FM en onze website unity.nu. Ik wens je nog een fijne dag.